Zo heb ik het je niet geleerd, hè? Hoe houden wij een pen vast? Godverdorie nog aan toe! Kunt u even vertellen, hoe was het vroeger om linkshandig te zijn? Dat was een drama. Want je hoorde er niet bij, je had een afwijking, je was gek, je werd ook gek verklaard. Dat betekende dat die linkshandigen, die kregen op hun kop, die werden geslagen met het platje. Ik ga het nou niet meer doen hoor, want hij kijkt zo angstig. Linkshandigen, van jong tot oud, volgen de workshop Schoonschrijven in het Zuiderzeemuseum. Want vandaag, tijdens de Internationale Linkshandige Dag, gaat de aandacht uit naar kleine en grote ongemakken waar linkshandigen tegenaan lopen. Het is best wel lastig, omdat je na moet denken wat je aan het doen bent. Maar het is ook wel leuk om te doen. Ik schrijf altijd zo. En dan heb ik nu geleerd om zo te schrijven. Dus met een andere houding van je hand? Ja. De stress van vroeger komt naar boven in de klas. Omdat je het rechts moest leren en je dat niet kon. En iedereen kon het, alleen ik niet. Ik dacht, leuke les, maar er komt meer naar boven dan ik in wezen had verwacht. Een juiste pengreep, de zithouding en een correcte papierligging zijn van cruciaal belang om kliederen te voorkomen. Bij de linkshandige legt ze papier altijd contra neer. Wat zijn nou de voornaamste dingen waar je als linkshandige tegenaan loopt tijdens schrijven? Dat het net lijkt op dat je pen gewoon in het papier blijft steken. En dat heb je met een balpen niet. Ik heb een stempel. Je hebt een stempel. Ik ga thuis nog even oefenen.